Nou, wat ik altijd heel erg gezellig vind in Leiden, Koningsdag is natuurlijk supergezellig. En dan staat de hele stad op zijn kop. Maar daarna heb je altijd een soort van tweede ronde. Want dan is op 5 mei altijd de braderie in de Doezenstraat en de Herenstraat. Dat weet ik. Nelly, goedenavond. Hallo. Jij schijnt de voorzitter van de winkeliersvereniging te zijn. Klopt dat? Ja. En jij weet ook wat er nog meer gaat gebeuren in mei. Want er is veel meer dan alleen die braderie. Zoveel dan de braderie. Nou, mag ik eerst even wat over de braderie vertellen? Ja, graag. Goed. Hetzelfde als vorig jaar loopt hij eigenlijk vanaf van de Werfpark door de Doezenstraat, over de brug, Herenstraat, helemaal tot aan het kruising bij de Wilhelminastraat. We beginnen altijd met een stuk streekmarkt. Dat is wordt georganiseerd door Joke Eek. En dat heeft te maken met allerlei biologische producten die uit de omgeving vandaan komen. Het tweede stuk en het eerste stuk van de Herenstraat zijn eigenlijk min of meer de winkeliers die zelf in de straten vertegenwoordigd zijn. En wat er nieuw aan is dit jaar, is dat aan het laatste stuk, dus eigenlijk het stuk waar Frank Scheffer met zijn bedrijf zit, want het was vroeger een vrijmarkt voor kinderen. En dat wordt nu een international market. En de vrijmarkt wordt verplaatst dit jaar naar het Van der Werf Park. En dat hebben we zo gedaan omdat we eigenlijk alle kinderactiviteiten het liefst zo veel mogelijk bij elkaar willen hebben. En omdat ook wel merkte dat kinderen om 2:30, 3:00, dan is de aandacht er een beetje af. En dan gaan ze langzaam weg en dan heb je eigenlijk een heel loos stuk daar aan het einde. Dus we hebben geprobeerd om dat nu dit jaar om te gooien. En in het Van der Werfpark voor de kinderen, wat ook ontzettend leuk is, is dat er kindertheater is op een rondvaartboot. Bij het standbeeld van de werf zijn allerlei foodtrucks met allemaal lekkernijen voor kinderen, pannenkoeken, poffertjes, nou noem het allemaal op. Er is muzikale ondersteuning van de Black Forest Country Band. En de rest van het park zal worden bezet met verschillende kinderactiviteiten, georganiseerd door een stichting dat heet Naar Buiten. En dat wil zeggen dat men wil in de gemeente Leiden heel graag dat kinderen weer gaan buiten spelen. En dat willen wij heel graag ondersteunen. Dus op 5 mei wordt het echt een feest voor de hele familie. Eigenlijk de kinderen die kunnen ook de hele tijd genieten, maar de rest ook. Absoluut. Wat leuk. Ja, leuk. Waarom blijven jullie dat zo vlak na Koningsdag iedere keer organiseren? Waarom doe je het niet op een ander moment in het jaar? Nou, omdat 5 mei is wordt ons podium ook, zeg maar, benut. Want er zijn dus roadrunners die gaan in estafette lopen zij hard met een soort bevrijdingsvuur. En dat wordt eigenlijk in de nacht van 4 tot op 5 mei wordt dat aangeboden aan die lopers. Gaat in estafette van Wageningen naar Den Haag. En daar doen ze dus ook Leiden aan. En dat vuur, dat wordt gewoon is de officiële overhandiging op 5 mei. En daarom is eigenlijk dat allemaal met elkaar te combineren. Is er of besloten om die braderie ook gewoon op die dag te doen. Dat vuur wordt ook aangeboden aan de burgemeester. Meestal is dat tussen 12:30 en 1:00. Wordt dan ondersteund door Wilhelmus en een toespraakje. En de band Amigo zal daar ook nog verder allerlei muziek gaan maken. En 's middags is op het podium ook nog een andere band te beluisteren vanaf 3:00. En dat is de band die heet The Yars. En omdat dat gewoon een terugkerend evenement is, 5 mei staat, is iedereen, nou niet iedereen vrij, maar de kinderen zijn vrij. En ja, het is gewoon een goed moment om iets te vieren. Bevrijding staat toch ook echt om dat je iets viert. Het is dit jaar in het weekend, toch? Ja, zondag. Ja, dus dan zijn er extra veel mensen vrij als het extra goed is. Extra veel mensen verwachten vrij. Verwachten jullie ook extra drukte? Ja, ik denk wel dat het extra druk wordt. Het enige is alleen dat we pas om 1:00 echt een beetje herrie mogen gaan maken vanwege de zondagsrust. Dus dat is nog wel als een puntje in de organisatie, maar dat gaat wel lukken. Wordt hartstikke druk. Het enige is hoop op mooi weer. Nou, hartstikke leuk op 5 mei dus. Maar ik zei het net in de intro al, er gebeurt in de maand mei nog veel meer daar in de buurt. En dat is nieuw dit jaar. Dat is nou de een aantal onderdelen dan, laat ik het zo zeggen. Het eerste onderdeel hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat is bestrijkt niet alleen de Heren Doezerstraat, maar ook de hele binnenstad. En dat is de Leidse winkelmarathon. Die is vorig jaar in het leven gezet omdat een aantal winkeliers in de binnenstad eigenlijk min of meer een klein beetje bezwaar hadden tegen het feit dat de hele binnenstad wordt afgesloten voor die marathon. En dat we hebben daar niks aan en wij kunnen daar niks mee. En toen eigenlijk vanuit het centrum management een actie opgestart om winkeliers bij de marathon te betrekken. En nou, hoe hebben we dat dan gedaan? We hebben een Leiden winkelmarathon bedacht. Dat loopt van 11 tot 17 mei.
En kunnen mensen die aan het winkelen zijn in de binnenstad en die 20 euro of meer besteden, die kunnen dat achterlaten in de winkel met hun naam en telefoonnummer. En aan het eind van die week, dat is op 17 mei, wordt er door een notaris een aantal mensen uitgeloot. En die kunnen dan een VIP-arrangement winnen om naar de marathon, de start en de finish te kijken. Alle winkeliers in de stad die doen mee met een cadeaupakket ter waarde van een aantal euro. En om zeg maar iedereen een beetje bij elkaar te brengen. En dat wordt nu voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar was het echt een groot succes. Mensen waren ook hartstikke enthousiast om mee te doen. En dus we hopen eigenlijk dat het dit jaar weer een succes wordt. Zijn er nou ook nog hele speciale deelnemers dat je zegt van dit jaar heb echt, daar moet je gewoon eventjes langs? Nou, kijk, iedereen geeft een cadeaupakket af al van tevoren. Dus waar je om meedoet in zekere zin is dat je natuurlijk heel verrassend is. Wat zit er dan in zo'n pakket wat ik win? Want het staat voor een bepaald bedrag. Maar het is altijd eigenlijk een surprise van wat zit daarin. Kan zijn 100 euro van de Hudson Bay. Kan zijn een lekkere beautybehandeling bij Capsonus Beauty. Of het kan zijn, nou ja, in ieder geval er zijn. En dat maakt het zo leuk. En die VIP-arrangement van Marathon is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Want dat wil zeggen dat je met de boot naar het VIP-dek wordt gebracht. Je krijgt daar hapjes, drankjes. Je mag bij de start aanwezig zijn. Je bent bij de finish aanwezig. Je kan daar tussen allemaal sponsoren staan. Je kan mensen ontmoeten. Dus voor mensen die echt fan zijn van zo'n loopevenement is dat natuurlijk wel gewoon een ontzettende hoofdprijs om te winnen. En het is natuurlijk je kans om mij te zien finishen bij de 10 kilometer. Dat is ook erg belangrijk. En Sleutelstad staat zelf ook in het VIP-vak. Dus daar kan je de DJ's in het echt zien en aanraken. Zo is het. Hartstikke leuk. Dus ik begrijp het goed. Het maakt dus niet zo uit in welke winkel je het achterlaat. Je kan, overal meedingen voor alle prijzen. Er staan overal doosjes in de winkels. Daar kan je je bon in stoppen. Je kassabon met je naam en je telefoonnummer. En daar worden dus zeg maar allerlei winnaren uitgetrokken door de notaris op 17 mei. Dan op 18 mei worden de winnaars bekendgemaakt. En die krijgen ook hun prijs uitgereikt door de organisatie. Dan hebben we met name over Tjeerd Scheffer, die natuurlijk zeg maar de hoofdgeitenbreier is van het hele geheel. En dat wordt uitgereikt bij restaurant De Vriend in de Doezerstraat. En na die uitreiking start daar dus de familierun. Dat is een run voor eigenlijk voor hele gezinnen. Het begint pas 's avonds, omdat het ontzettend leuk is om daar 's avonds met lampjes en fakkels en het is een heel evenement, ook vooral in die wijken, dat mensen ook echt met muziek langs de kant staan met allerlei lampjes en kaarsjes. En volgens mij start die om tussen 10:30. En voorafgaand aan die avondrunnen, dat is wel wat we nieuw hebben bedacht. Dat is omdat dat nu allemaal plaatsvindt in de start en de finishes in de Doezerstraat. Hebben wij een actie bedacht, dat heet de Pasta Pizza Party. En die is tussen 7:30 en 7:30. Speciaal voor gezinnen, leuk met kinderen. Je kan daar een pasta of een pizza komen eten met een drankje voor het vaste bedrag van €12,50. En die is geldig dus bij alle horeca in de Heren- en Doezerstraat. En die worden ook weer gesponsord door de Leiden Marathon. En wij hopen dus eigenlijk al om al voorgaand aan die familierun en ook al bij die uitreiking om zoveel mogelijk mensen daar bijeen te hebben om zo'n heel weekend aan de marathon gebeuren om dat allemaal een beetje te ondersteunen eigenlijk. Een groot feest dus in mei. Groot feest. Ik hoor het al. Gebeurt er nog meer? Of hebben we het nu al een beetje gehad? In onze straat is dit voorlopig even, dan is het even klaar. Nou, hartstikke leuk. Alle informatie is natuurlijk terug te vinden op onze website. En misschien hebben jullie zelf bij de vereniging ook een website. En de website van Leiden Marathon staat ook alles nog geregistreerd.